Janine, ik wil jullie eerst feliciteren met 10 jaar zeer, zeer actieve werking. Ik moet zeggen, je bent altijd voor mij een inspirerend persoon geweest naar energie toe. En hoe kanaliseer je energie? En hoe doe je effectief ook zaken met die energie? En ik zal niet verzwijgen dat dit een van de inspiratiebronnen ook was voor ons boek nu, Reuma Positief. En ik neem aan dat het een beetje naar aanleiding van deze voordracht is, dat dit boek is dat u mij uitgenodigd heeft. Ik denk te weten dat de RA-liga van muziek houdt. Ik zie hier allerlei muziekinstrumenten vooraan. Ik heb ook al kennis genomen met het Reuma-lied, dat straks ook zal voorgesteld worden. En om mijn verhaal een klein beetje te illustreren, heb ik een voorbeeld genomen uit de muziekwereld, om die reden. En ik wil jullie voorstellen aan iemand. En zijn naam is, wat moeilijk naam, laat ons bij zijn voornaam noemen. Adriaan noemt hij. Adriaan Anantawan, maar ik noem hem Adriaan. En het was een documentaire een paar jaar geleden op televisie, die ik zag, toevallig. De naam van die documentaire was The Story Behind the Notes. En Adriaan is nu een dertiger. Ik denk toen dat de documentaire gemaakt was, was hij een paar jaar jonger. Die maand dat een 5 jaar geleden is. Hij geboren in Canada, maar van ouders die eigenlijk wat van, denk ik, Chinese oorsprong zijn. Maar ik laat jullie kennis maken met die muzikant, om een reden die ik op voorhand niet zeg, maar die je nadien wel zal begrijpen. En eigenlijk, in het fragment, ik heb een muziekfragmentje mee, en daar komen 2 muzikanten in, een pianist en een violonist. En Adriaan is de violonist. En ik laat u eerst meekijken naar dat fragmentje. Ik had het nogthans geoefend met dit, maar dan zal ik toch maar de... Oké. En met de muis. Zou moeten lukken. Opgevallen aan Adriaan. Oké. Adriaan mist 1 arm. Is daarmee geboren. Tijdens de zwangerschap was er de navelstreng die rond zijn arm gekneld lag. Dat gebeurt 1 keer op de 100.000 zwangerschap. Maar dat was het geval bij Adriaan. Toen dat hij geboren werd, zagen de mama en de papa, Adriaan mankeert een arm. En zo'n voorval, dat kun je een beetje vergelijken met een zwarte zwaan. Van waar haal ik die naam, een zwarte zwaan? Er bestaat een boek, een zeer bekend managementboek, geschreven door een Amerikaanse journalist die vooral de beurzen volgt en voorspelt wat er gebeurt in de beurswereld. En wat is een zwarte zwaan? Wel, een zwarte zwaan, dat is ook trouwens de titel van zijn boek, Zwarte Zwanen. Een zwarte zwaan is zoiets van: iedereen weet dat het bestaat,
Maar je verwacht niet dat je er morgen mee geconfronteerd wordt. Een paar jaar geleden in Brugge, jullie zijn, ik weet niet of dat de mensen van Brugge hier aanwezig zijn, zijn de Bruggelingen, maar een paar jaar geleden was er plots op de rijen van Brugge, u weet dat die bekend zijn omwille van de zwanen, maar het zijn witte zwanen, wat hij verwacht, en plots landde daar een zwarte zwaan. En iedereen wist wel, zwarte zwaan, ja, dat bestaat, dat, maar niemand verwacht van die daar in de rijen in Brugge te zien. Niemand wist van waar dat ze kwam. En op een bepaalde dag was ze ook weer weg. Wat bedoelde die journalist die dat boek schreef over zwarte zwanen? Eigenlijk refereerde hij aan een beurscrash. Een beurscrash, dat is ook iets als een zwarte zwaan. In die zin, iedereen weet dat een beurscrash bestaat. Maar als je komende week naar de bank gaat en je zuurverdiende centjes gaat inruilen voor aandelen en dan verwacht je niet dat daags nadien dat je leest in de krant dat er plots een grote beurscrash is. Nochtans weet je dat een beurscrash kan ontstaan, maar als je er dan mee geconfronteerd wordt, dan ben je ontredderd en oké, dat is een zwarte zwaan. Een zwarte zwaan als het erg is, je kunt zeggen een grijze zwaan als het net ietsje minder erg is. En eigenlijk zwarte zwanen, iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd op een bepaald moment met zwarte of grijze zwanen. Wanneer iemand een diagnose krijgt, en als we het vandaag hier hebben over een diagnose, dan zal ik het toepassen op reumatoïde artritis, maar eigenlijk geldt het voor andere vorm van reuma, geldt het voor andere gezondheidsaandoening. Als iemand de diagnose krijgt van een borstkanker, als iemand de diagnose krijgt van reumatoïde artritis, dan weet je wel ergens, ja, ik ken wel mensen, ik heb er misschien al, of misschien nog niet horen over spreken of reumatoïde artritis, maar ik bedoel, ik kom wel bij u, dokter, omwille dat mijn schouders een paar weken pijn doen en ja, mijn knie staat gezond, maar genees dat en dat gaat toch niet blijven duren. En als dan de arts zegt, kijk, ja, dit of dit is de diagnose en bijvoorbeeld dit is reumatoïde artritis, we zullen u kunnen helpen. Maar dit zal levenslang ergens in je rugzakje blijven zitten, dat je de rest van je leven meedraagt, dan komt dat over als een zwarte zwaan. In eerste instantie ben je ontredderd. Als het over jonge mensen gaat, zullen ze vragen, maar dokter, bedoel, jong, ik ben nog maar pas gestart in mijn carrière, ga je kunnen blijven lesgeven, ga je kunnen blijven die job doen. Als het over een jonge moeder gaat, jongen, ik wil wel een gezin stichten, ga ik voor mijn kinderen kunnen blijven zorgen. En allemaal vragen die op u afkomen, een soort ontreddering, die zwarte zwaan. En oké, dat was ook wat de ouders van Adriaan ergens ervoeren. In die zin van, ik ga u geheim verklappen. In april word ik ook voor de eerste maal opa. Onze tweede dochter verwacht voor april ons eerste kindje. Dank u. Ik ga ervan uit dat dat een perfect kind zal zijn. Ik bedoel, daar ga je als ouder en als grootouder van uit. En als dan een kind geboren wordt, zoals Adriaan, waar hij dan plots ziet, en 30 jaar geleden denk ik niet dat men al veel echografieën en andere prenataal onderzoeking, dus als dan geboren wordt en ziet het mankeert iets, dan is daar die zwarte zwaan. En het verhaal, dat ik vandaag even breng, maar ook het verhaal van het boek Reuma Positief is, hoe ga je ergens om met die zwarte zwaan? En ik herhaal het, dat is vrij universeel. Gaat het nu over een reumatische diagnose? Gaat het nu over een kind krijgen en geboren worden waar dat iets aan mankeert? En dat is een opgave voor die ouders, maar dat is straks ook de opgave van Adriaan zelf, die daar in zijn leven moet mee omgaan. Of iemand van uw kinderen, je dacht altijd dat het zo goed gaat, en ze komen vertellen, we gaan uit elkaar. Al die zwarte zwanen, hoe ga je daarmee om? En ook de ouders van Adriaan in eerste instantie, en dan naarlang Adriaan een beetje ouder wordt zelf, had ook twee manieren om daarmee om te gaan. Ergens die arm er terug aanbrengen, dat kon niet. En ik hoorde net in het nieuws, toen ik naar hier kwam, dat er ergens in het kader van de warmste week een actie is om een jongman die door een accident zijn arm verloren is, om een bionische arm, dus een soort kunstarm. En dus, we leven in 2017. Dat is ook in de reumatologie zo. Er is vandaag veel meer mogelijk dan 30 jaar geleden, dat is ook, Adriaan had misschien toen een bionische arm gekregen, ik weet niet, maar in alle geval, toen was het niet zo. En toen waren er twee manieren om er naar te kijken. Ofwel, continu zeggen, dat is toch spijtig dat Adriaan dat niet had kunnen doen, want omwille van die arm en, oké. Of te zeggen, oké,
Dat is het nu eenmaal. Het is wat het is. Die arm is er niet en zal er niet terug aankomen met de klaan. En de artsen zullen doen wat ze kunnen om, laten we zeggen, die spieren toch tot ontwikkeling te brengen. Maar dan gaan we na van wat er wel mogelijk is met wat er voorhanden is. En in die documentaire wordt dat verhaal heel mooi verteld. Maar dan is het een kwestie van de focus, als ik het even mag overhebben, te switchen van te zeggen niet meer wat gaat er niet en hoe kunnen we herstellen wat eigenlijk toch niet herstelbaar is. Maar dan ergens die aanvaarding van oké, dat is er wel, dat is er niet. En nu gaan we verder doen met de mogelijkheden die er zijn. Nu gaan we alles inzetten op. En dat hangt af van de zienswijze van Adriaan, zeker na lang die toen een wat groter kind werd. En ook veel van de omgeving. Heb je een omgeving, is er een omgeving die stimuleert dat er met die talenten, met die mogelijkheden aan de slag gegaan wordt. En Adriaan zat in een zeer muzikale familie. Vader, moeder, bedoel, heel die familie was normaal als een kind 6-7 jaar was van welk instrument ga je leren. Dus die vraag werd ook gesteld aan Adriaan, die van nature uit zeer muzikaal was. En hij koos voor een viool. Nu, de eerste reflex zou zijn, een viool. Adriaan, met één arm. Oké, dat kan dus toch niet? En Adriaan dacht, enfin Adriaan en vooral ook zijn ouders, want in het begin is zoiets zeer afhankelijk van wat is de kracht van de omgeving om daarin mee te gaan in dat verhaal van kijk, we gaan zoeken en we gaan oplossingen zoeken en vinden. En wat u gezien hebt in het filmpje is dat er eigenlijk een relatief eenvoudige atelle gemaakt wordt. Geen bionische arm, maar een atelle wat eigenlijk relatief eenvoudig lijkt, waaraan de strijkstok wordt vastgemaakt. En dan is het is zo, ik heb nooit viool gespeeld. Ik weet niet of dat hier mensen zijn die viool spelen. Maar het verschil tussen viool en piano is, hier staat een piano. Als ik op die toets druk, heb ik van Isker, ik heb een toon. Als je een strijkstok en een viool, de eerste jaren, dat is wat men mij verteld heeft, als je met die strijkstok over die snaar gaat, dan is het niet om aan te horen. Ik bewonder de ouders die kinderen hebben, die viool studeren. En, dus het is al een hele kunst om gewoon door het strijken met die strijkstok een toon te creëren die ergens beluisterbaar is. En. Dus als dat met een normale arm al zo moeilijk is, hoe moeilijk moet het dan niet zijn om met die atelle en toch die strijkstok te gaan besturen, als ik zo mag zeggen, om. En toch, waar een wil is, is een weg. En waar veel positieve energie en positieve visie is van te zeggen, we gaan in de richting, we gaan alle talenten die ik zelf, Adriaan zijnde, of mijn familie en de omgeving, we gaan alle krachten in de positieve richting en we gaan er oplossingen zoeken. En op dit ogenblik staat Adriaan op de meest toonaangevende concertpodia van heel de wereld. Dat een beetje als allegorie van, oké, er is een probleem, hoe ga je ermee om? En wat kan de uitkomst zijn als je werkelijk 300% voor die positiviteit inzet? En ik herhaal het, die zwarte zwanen, iedereen van ons, of dat het nu over reuma gaat, of over, ga uw straat af. Als ik mijn straat afga, dan kijk ik naar mijn buurvrouw, en ik breek je toch geen medisch geheim, want ik ben niet zo vertrouwd met mijn straat, maar dan is er een buurvrouw die pas terug is uit het ziekenhuis na een herseninfarct, een paar huizen verder iemand die pas gerecupereerd van een hartinfarct. En dan het huis nadien zegt, oké, hier is niets aan de hand. Maar als je dan hoort, een dochter, die relatief jong is, die aan depressie leidt. En dat wil zeggen, en dit is een beetje mijn beeld van gezondheid en ziekte. Eigenlijk, dit is het Yin-Yang-beeld. En niet dat ik zo'n fervent Oosters arts of alternatieve arts ben. Mensen die mij kennen weten helemaal niet. Maar dit is een beeld wat ik zeer graag gebruik. In de zin van, eigenlijk ziektegezondheid, daar bestaat geen scheidingslijn tussen van dit is nu wat tot uw ziekte behoort en dit is wat u tot uw gezondheid behoort. We zijn één persoon en in die persoon lopen aspecten van ziekte en gezondheid door elkaar. Laat mij zeggen, niemand is volledig gezond. En ik herhaal het, als je de straat afloopt, er zullen weinig mensen zijn die geen enkel medicament voor niets moeten nemen. En als dat toch zo is, luister eens dieper met die mensen, die hebben ook elk huisje heeft zijn kruisje en voilà. Dus niemand is, laten we zeggen, volledig gezond. Maar anderzijds, niemand is ook volledig ziek. En als er dan al een ziekte is, dan kan het niet zo zijn, mag het niet zo zijn, dat die ziekte heel ons leven gaat domineren en dat er geen visie meer is, focus meer is op
die aspecten voor gezondheid. Dus ergens zijn we allemaal die yin-yang-cirkel, waar dat er aspecten van gezondheid en aspecten van ziekte, aspecten van mogelijkheden en aspecten van beperking, aspecten van vreugde en aspecten van verdriet. En eigenlijk, dat is nu eenmaal het leven. En een heel belangrijk idee daarin is van, we hebben veel meer keuze dan wat we denken, om zelf te beslissen wat we er gaan mee doen. En de keuze die we hebben is om te zeggen, kijk, ziekte, ja, en als er ziekte is en als er iets kan voor gebeuren, ga naar de dokter. En ik herhaal het, mocht het vandaag mogelijk zijn om voor Adriaan die bionische arm, wel, laat ons dat doen. En hoe meer we kunnen doen, hoe beter. Maar ergens zijn er bepaalde gezondheidsproblematiek waar we hoe dan ook, we leven in 2017, maar die we in 2017 niet kunnen wegnemen of kunnen genezen. Dat is met reumatoïde artritis ook zo. Reumatoïde artritis kunnen vandaag veel meer dan een generatie geleden, maar, en de meesten onder jullie denk ik weten wat reumatoïde artritis is, je kan het nooit zomaar opzij schuiven. Het blijft ergens uw bondgenoot, uw lotgenoot, waar je een soort evenwicht op uw weg moet mee zoeken. Dus dat beeld van gezondheid. En dan is een beetje de vraag van, oké, ziekte, laat gebeuren wat moet gebeuren om de defecten die zijn zo goed als mogelijk te corrigeren. En op een bepaald moment moeten we onze focus van kant veranderen en gaan zeggen, oké, we hebben gedaan wat we kunnen doen om die ziekte onder controle. En dat is misschien voor 60% of voor 70% of misschien voor 80% of misschien voor 90% gelukt. Maar altijd blijft daar ergens een deficit. En op een bepaald moment moet je energie proberen inzetten om te zeggen, oké, en wat lukt nu wel? En wat zijn die aspecten van gezondheid? En hoe gaan we daar nu vooral mee verder? Een zeer belangrijk kantelpunt in dat proces is het punt van aanvaarding. Het punt van aanvaarding van te zeggen, oké, als ik terug naar het voorbeeld grijp van Adriaan, dan zullen de ouders waarschijnlijk in eerste instantie gedacht hebben, misschien bestaat er iets als een transplantatie van die arm. En oké, en dan gaan ze naar de ene arts en de ene arts zegt, nee, ik kan dat niet doen. En ze gaan misschien 10 verschillende artsen af, totdat ergens een punt komt van zeggen, oké, ik heb nu voldoende zekerheid van, Adriaan is voor de rest een gezonde jongen, maar die arm komt er nooit meer aan. En dat aanvaarden is een soort noodzaak voor leer je dan in een soort nieuw begin die focus kan gaan plaatsen op, oké, wat gaan we nu wel doen met de mogelijkheden die er zijn en hoe kunnen we de mogelijkheden die er vandaag zijn gaan doen vergroten. Die aanvaarding ook bij een diagnose reumatoïde artritis. En als je de eerste maal een diagnose stelt bij een persoon, en ik denk dat ik wekelijks mensen zie bij wie ik een nieuwe diagnose stel van reumatoïde artritis, dan heb je altijd eerst die fase van, oké, de dokter heeft medicatie en stel dat er wat cortisone in begint, dan voelt men zich snel beter en heeft men snel het idee, oké, en het is al veel beter en de volgende keer dat ik ga, zal het opgelost zijn, zal ik alle medicatie mogen stoppen. En dan het punt komt, meestal na enkele weken of enkele maanden, dat het begint door te dringen van zeggen, oké, dit is niet zomaar een probleem dat op een paar weken tijd van behandeling zal opgelost zijn. Oké, ergens blijft dat een partner van mij, als ik het zo mag noemen, reumatoïde artritis, en ik zal er op een of andere manier moeten mee omgaan. Dat punt van, we zijn te stoppen van te vechten tegen die reumatoïde artritis, maar die reumatoïde artritis een plaats geven en zeggen, ja, het is zo, en ik zal er goed voor zorgen met de hulp van artsen en alle zorgverstrekkers die er zijn, maar we gaan nu die blik ook naar de mogelijkheden en naar de nieuwe mogelijkheden misschien dat er zijn. En dat is dat punt van aanvaarding. Een zeer belangrijk punt. Mensen die er niet in slagen om dat ergens te aanvaarden, die blijven meer verdriet ervaren als gevolg van dat gevecht dat niet te winnen is tegen die ziekte en verliezen of missen de mogelijkheid om ergens gelukkig te worden in een nieuwe situatie, als ik het zo mag zeggen. Nu, aanvaarding, je hebt de theorie van aanvaarding en de praktijk en de realiteit van aanvaarding zien. De theorie, dat kan je lezen in boekjes en studenten in psychologie en ook in geneeskunde hebben wij dat geleerd. Dat lijkt een beetje op een rouwproces. In die zin, je krijgt een diagnose, je bent ontredderd en je bent eerst weerstandig en je bent boos tegen iedereen, tegen de artsen ook, van zeggen, eigenlijk, mijn neusarts had dat al veel vroeger moeten zien, had hij het vroeger gezien, dat nooit zo ver gekomen. En dat soort fase. En dan een soort, op een bepaald punt aanvaarding. En in de boekjes wordt dat tamelijk rechtlijnig, zoals links daar afgebeeld. In de realiteit
is dat helemaal anders. In de realiteit is een proces van aanvaarding veel meer het proces zoals het daar in die rechterpij wordt afgebeeld. In de zin van, oké, je denkt op een bepaald moment, oké, ik kan ermee omgaan en dan, dan gaat het een periode goed en dan is er weer eens die knie die opstoot en je moet bij wijze van spreken dat proces van aanvaarding soms helemaal opnieuw beginnen. Ik zal geen namen noemen, maar iemand, en ik vertel het verhaal denk ik ook in het boek, iemand die al heel lang van op kinderleeftijd reumatoïde artritis had, of eerst als kinderreuma begonnen dan werkelijk een klassiek vorm van reumatoïde artritis, die hele succesvolle carrière gedaan had, in zeer moeilijke omstandigheden, die telkens dat we haar zagen, ons een zeer positieve indruk gaf, en dat iedereen de buitenwereld zegt, goh, dat is eigenlijk het prototype van iemand die er zeer goed mee omgaat. En als je dan dieper met haar spreekt, dan zegt zij aanvaarden. Eigenlijk heb ik het nooit 100% aanvaard. En dan een keer als ik thuis kom en ik probeer iets te doen en het lukt weer niet, dan kan het soms zijn dat heel dat proces weer opnieuw moet beginnen. Om het te zeggen, aanvaarding en de theorie en het klinkt mooi en, maar de realiteit is vaak een heel complex iets. Maar toch is dat ergens een soort noodzakelijke conditie om ergens dan die nieuwe mogelijkheden en de talenten die er wel zien te zien en te gaan ontwikkelen en die nieuwe weg te gaan. Een boekje, ik heb het meegebracht. Een boekje dat mij de voorbije jaren ontzettend geïnspireerd heeft. Dat is een boekje, het noemt Positivity. Het is ook in het Nederlands vertaald. Het noemde De Kracht van Positiviteit, maar het is uitverkocht in het Nederlands. Ik heb het vorige week nog gecheckt. Ik hoop dat er een herdruk komt, maar in het Engels is het wel nog verkrijgbaar. Het is van een Amerikaanse prof, Barbara Fredrickson. En eigenlijk is Barbara Fredrickson een van de, laten we zeggen, prototypes en een van de pausen van, het woord is al gevallen in de vorige voordracht, van de positieve psychologie. Wat is de positieve psychologie? Eigenlijk is dat een relatief jonge branche binnen de psychologie. Eigenlijk de klassieke psychologie, die interesseert zich vooral aan de psychische problemen die er zijn en hoe dat we die kunnen oplossen. Typisch, er is een persoon met depressie. Oké, er is een probleem, depressie. Wat kan ik doen om die depressie te gaan milderen en wat kan ik daarvoor doen? En noem maar alle andere mogelijke psychische en psychiatrische problemen die er zijn. En toen kwam er een school, als ik het zo mag noemen, en Barbara Fredrickson is er vandaag een van de meest actieve professoren, die zweven niet ergens in een alternatieve wereld, die publiceren, net zoals wij publiceren over een nieuwe medicatie, en die hebben gezegd van kijk, we gaan eventjes stoppen met te kijken naar alles wat er fout kan gaan en hoe dat we dat kunnen corrigeren. Wij gaan focussen en zoeken naar de mogelijkheden die er binnen een persoon zijn, de kernen van optimisme, van positiviteit. En we gaan proberen, onze wetenschap gaat erover om te kijken hoe dat we die kernen van positieve emoties, van optimisme, hoe dat we die kunnen vergroten. Los van ziekte. Positiviteit, schrijft Ernst Barbara Fredrickson in haar boek, positiviteit is een medicijn. Eén, een medicijn zonder bijwerkingen. En twee, je hoeft niet ziek te zijn om dat medicijn te nemen. Dat is een beetje het principe van de positieve psychologie. En dat beschrijft ze wondermooi. En beschrijft ze ook alle studies, want ze doen ook studies. Misschien hebben sommigen van jullie deelgenomen aan studies rondom medicamenten. Werkt een medicament of niet? Dan is er een groep mensen die dat medicament neemt. En dan een controlegroep. En dan op het einde van de rit kijkt men of de groep die het medicament neemt het beter neemt. Zo worden medicamenten getest en komen ze eventueel tot terugbetalen. Wel, hetzelfde kan je doen voor bepaalde psychologische interventies. En ik zal u spreken over een aantal van die concrete handvatten, concrete stappen die men kan doen, om te zeggen van, is het gewoon mijn buikgevoel die zegt dat dat effect heeft? Of kan ik wetenschappelijk bewijzen dat bepaalde handvatten, bepaalde interventies nut hebben? En dat is wat Barbara Fredrickson in dit, laten we zeggen, een van de beste boeken die ik in de voorbije 10 jaar gelezen heb. En eigenlijk is, als ik spreek, als we ons boek Reuma Positief toch eventjes in sprake brengen, dan is heel veel van wat te vertellen in dat boek, Reuma Positief, gebaseerd op de fundamenten van het wetenschappelijk onderzoek binnen de positieve psychologie. Dus de positieve psychologie onderzoekt niet wat fout gaat en waarom het fout gaat. Pas op, daar zijn ook psychologen mee bezig. En dat is een belangrijke studie. Maar
De positieve psychologie onderzoekt wat wel succesvol gaat bij een persoon en waarom het succesvol gaat. Dus als je dat toepast op het verhaal van Adriaan, dan zou de klassieke psychologie continu bezig zijn met de vraag, oké, er mankeert die voorrang, wat kunnen we doen om die voorrang te herstellen of een surrogaat van? De positieve psycholoog, als ik nu een beetje in metafoor mag spreken, komt bij Adriaan en trekt zich niet aan dat die arm mankeert, maar zegt, Adriaan, wat zou nu talenten kunnen zijn? Wat zou nu mogelijkheden zijn, kunnen zijn? Hoeveel optimisme heb jij? Hoeveel positiviteit heb je? En laten we proberen om dat nog te gaan vergroten. Dat is wat de positieve psychologie doet en wat zij, laten we zeggen, als positiviteit gaan ondersteunen. En enfin, ik ga niet over de theorie daarvan, maar over een aantal concrete handvatten. Een aantal van die concrete handvatten staan ook beschreven in het boek dat ik u daarnet toonde, maar is ook afkomstig uit een hele waaier van literatuur en van onderzoeken buiten dat boek. Maar ik ga er een aantal aanhalen en die ook in ons boek beschreven zijn. Eigenlijk, positiviteit heeft veel te maken met de gedachten en de emoties die in ons bestaan. En als je een probleem hebt, dan is het zeer vaak dat je piekert. En heel vaak gaan negatieve gedachten veel meer bovendrijven dan positieve. Dat is eigenlijk normaal. Waarschijnlijk ga je dat in je eigen leefwereld ook ervaren. Als ik een hele dag consultaties heb gedaan, heb ik misschien 30 of 40 mensen gezien. En als dan, neem nu dat ik 30 mensen op een grote halve dag gezien heb. En 29 mensen daarvan zijn blij en zeggen, ja, ik heb een stukje vooruitgang gemaakt. En één iemand zegt mij, dokter, ik ben niet tevreden, want dat en dat en dat. En ik vind dat je mij vroeger dat verslag had moeten sturen. En als ik s'avonds ga slapen, waar denk ik over na als ik voor de kind slaap? Niet over die 29 patiënten, of misschien die 28 of die 27, ik weet het maar niet. Over die complimentjes die je af en toe krijgt, maar over die één dat zegt, tja, waarom is dat? De negativiteit roept veel luider dan positiviteit. En ik kan er niets aan doen, het komt in mijn gedachten op aan. Wel, er is een grote truc. Je kan de gedachten die in je geest opkomen, je kan die sterk beïnvloeden door jezelf vragen te stellen. Dat is een truc, dat is een klassieke truc uit de psychologie. En als je s'avonds geneigd bent van te pieken en je stelt je een vraag, bijvoorbeeld de volgende vraag, oké? Ik vraag mezelf, tja, wat is nu het beste dat mij vandaag overkomen is? En als je zelf die vraag stelt, dan gaat je geest je automatisch antwoord geven. En als je vragen stelt die ergens vragen om positiviteit, dan ga je positieve gedachten krijgen. Als je Karel de vraag stelt, wat heb ik nu vandaag? Heb ik iets waar ik dankbaar zou kunnen om zijn? Ja, ik had een bezoekje van mijn kleinkind of een telefoontje van mijn kleinkind of een van mijn buren had nog een beetje een overschot van en is me dat komen brengen. En dus je kan vragen bedenken. Ik kan voor jezelf een lijstje, als je zegt, ik heb nooit geen inspiratie, schrijf ze een keer op. En als je zelf vragen stelt die positieve gedachten uitlokken, wel, emoties gedijen ergens in de bedding van gedachten. Dat wil zeggen, als je positieve gedachten in je oproept, ga je automatisch een stukje positieve emoties, positiviteit. En het is die positiviteit die je kracht geeft om optimist te worden en om, laten we zeggen, de positieve kant te zien in plaats van de negatieve kant. Dus jezelf vragen stellen die gedachten opwekken. En stel je dan, kies dan zo vragen, stel dan niet de vraag, wat is er nu vandaag fout gegaan? Misschien zijn we van nature geneigd van, wat is er nu fout? Nee, je kiest je vragen, dan zegt, kijk, dat creëert in mijn geest gedachten die zullen opkomen als ik mezelf vragen stel. En vroeger deden de mensen misschien een avondgebedje voordat ze in bed gingen. Vandaag kun je misschien zeggen, kijk, dat is mijn avondmeditatie, waardoor dat ik eigenlijk mijn positiviteit kan gaan stimuleren. Een heel concreet handvat die ik geleerd heb van Barbara Fredrickson en die ook werkt. En je kunt zeggen, werkt dat wel? Waar zij in haar boek aantoont van, kijk, dat zijn de wetenschappelijke gegevens. Om te bewijzen dat zo'n heel kostloos, dat kost, zijn die mensen die medicaties nemen, die duizenden euro's per maand kosten, of die, dat kost niks. Dat is totaal gratis. Hij kan het heel gemakkelijk zelf aanleren. Zijn er nog handvatten die je dagelijks kunt gebruiken om, ja, ik ga er nu een paar nog tonen. De rode en de groene knop. Weten dat je keuze hebt in heel veel omstandigheden.
om jij te interpreteren wat hij doet met de realiteit. De realiteit is wat ze is, of hè, wat is de realiteit? Eigenlijk is de realiteit wat we er zelf van maken. Ik geef een voorbeeld dat heel banaal klinkt. Iemand is handelsvertegenwoordiger en moet de baan op. En s'morgens gaat naar zijn auto en zijn auto start niet. Dat is een realiteit. Kan er op twee manieren op reageren. Ofwel kan hij een hele voormiddag voeten van waarom. En hij is nog maar pas in de schouwing geweest. En waarom moet mijn auto niet? En heel zijn en dag is naar de knoppen. Of hij kan zeggen, oké, mijn auto start niet. Oké, ik zal wel zien wanneer dat agressief hem kan maken. En wat mogelijkheden biedt mij dan nu? Oké, ik ben nu thuis. Kan u vandaag een keer van thuis uitwerken? Niet uit de file en... Niet in de schouder, toch een mooie dag van maken. En dat we zeggen, dat is diezelfde realiteit. Die een auto die niet start. En de ene persoon gaat er een hele dag een rood gevoel bij hebben. En de andere persoon gaat er eigenlijk achteraf zeggen, wel, het was nog zo'n slechte dag niet. Want oké, met diezelfde realiteit. Dus je hebt in heel veel omstandigheden de keuzemogelijkheid om zelf op die groene knop te duwen of op die rode knop. En door daar met jezelf over in communicatie te gaan, breng je dat ergens in het bewuste van je geest. En kan je zeggen, in plaats van het is ook een stukje leerproces, als je aan het voeten bent en dan zegt, hola, wat heb ik gehoord? Ik herinner me dat beeld van die groene knop. Zou ik dat kunnen? Zou ik niet kunnen zeggen? En wel, ik laat wat het is. Aan de realiteit van die auto die nu niet start, kan ik hem eigenlijk toch niet doen. Ik ga op die groene knop duwen. En eigenlijk... Dat is een beeld dat ik over de jaren ook gecreëerd heb. Geïnspireerd door velen van jullie en mensen die mij dat ook op de consultatie komen zeggen. Want wat wij weten is voor een groot deel geïnspireerd door wat wij lezen, door wat wij horen op congres, maar heel veel ook door wat mensen op onze consultatie ons vertellen. En dat wil zeggen dat ik ook zeg, als ik 's morgens in de douche sta, oké, ik heb die dag... Maar ik duw op de groene knop... En ik zorg ervoor dat ik uit de douche kom met een smile. En oké, ik ga het de keuze voor de groene knop. Nog een aantal handvatten. En ik probeer het zo concreet mogelijk te maken, zodat als je naar huis gaat, dat je een aantal dingen kan meenemen. Het werkt om een ideeënpot te maken met positieve triggers. Wat zijn positieve triggers? Positieve triggers zijn bepaalde dingen... die je kan doen, en waarvan je weet, kijk, als ik dat doe, ja, dat geeft mij eigenlijk wel een goed gevoel. Ik zeg maar iets. Een pannenkoek geneten met een vriendin. Ik bedoel, als je een namiddag zegt van, ik weet niet wat ja, je kunt in een soort negatieve spiraal terechtkomen, en dan zegt jij, waarom neem ik niet een keer de telefoon op, en bel ik niet een keer naar mijn buurvrouw, ik weet dat zo, en pak ik zelf een pannenkoek en doe ik die mee. Of een culturele avond, waarom als iemand houdt van een keer naar muziek, een keer naar theater en... Maar het komt er nooit van, je ziet dat wel in de krant verschijnen en het passeert en achteraf hoor je zeggen van hun buurman dat het zo mooi was en ja, nee, ik ben niet geweest. Wel, maak een ideeënpot, want de moment dat je een avond vrij hebt, weet je dan nooit, ja, naar waar moet ik nu gaan? Maak een ideeënpot en zet die op een to-do-lijst. Ik weet niet hoe jullie je dag organiseren, maar ik doe het nog altijd. Ik heb altijd een lijstje van wat wil ik vandaag en wat wil ik van de week doen. Dat is mijn manier van werken, iedereen heeft zijn manier van werken. Maar schrijf die ook op samen met uw belastingbrief in orde maken en dat doen en dat. Hè. Maar ik zet er ook op, ik wil naar een film. Het is lang niet dat ik dat zie, maar ik zet dat erop. En een keer dat erop staat, bij mij is het ook zo, op mijn to-do-lijstje, dat gaat er niet meer af totdat het ook gebeurd is. Dus gewoon weten dat je bepaalde triggers hebt die je positiviteit en je positieve emoties kunnen vermeden. En waarom is dat belangrijk? Omdat positiviteit je energie geeft om telkens die positieve keuzes te maken, op die groene knop te drukken, naar die ene kant te kijken van de yin-yang-cirkel. Omgeef je met items die positiviteit opwekken. Dat is niet zomaar dat de gewoonte bestaat, als mensen in een ziekenhuis zijn, als omgeving, je stuurt ze een kaartje. Veel beterschap, tante, ik weet niet wat, een bloemetje of zo, en dat staat dan naast het ziekbed op de vensterbank of. En als mensen dan kijken, ah, mijn neefje, hij denkt toch aan mij. Oké, goed, ja. Of je, in uw woonkamer, in mijn bureel, aan de foto's van mijn kinderen. Waarom is dat? Omdat ik zo fier ben om ze te laten zien
Nee, omdat ik vooral als ik een foto van mijn kinderen, dan geeft me dat altijd een stukje een positief gevoel. En dus dat belang van elementen in uw leefomgeving, of wat Eva daar zegt, kijk, of een souvenir van ergens, of om teven wat, dan zegt, kijk, dat geeft mij, als ik er een moeilijk is, en dat dan kijk, oké. En dat werkt als je dingen in de omgeving hebt die u een positief gevoel geven. Onderaan staat een huisdier. En ik heb dat gehaald van... 2 weken geleden, wij kijken vaak s'avonds nog om de dag af te sluiten naar Van Giels en Gassen. Zijn er nog mensen die er naar kijken? Heeft er iemand gezien het verhaal van Danny Verbiest rondom Villa Samson? Dat is identiek dat. Wat is de zaak? Het wordt nu geopend. Vrijdag is de officiële opening. Dus in het Universitair Ziekenhuis in Brussel. In het ziekenhuis mogen er geen huisdieren binnen. Maar dus Danny Verbiest heeft met een heel team een huis gebouwd. Op, en ik weet niet van buiten, ik denk dat er binnen een straal van 100 meter geen dieren mogen. Wel, op 105 meter heeft hij een huis gebouwd. En waarom dient dat huis? Omdat mensen die opgenomen zijn in een ziekenhuis en die een huisdier missen en voor wie dat huisdier een stukje positiviteit opwekt, om die mensen de gelegenheid te geven om eventjes te gaan logeren in Villa Samson en daar met een vertrouwde huisdier, of voor kinderen is dat zeer belangrijk, in de palliatieve zorg is dat ontzaglijk belangrijk. En, oké, je brengt daar geld voor samen en nu vrijdag is de opening. Dat is niet anders dan u omgeven met triggers die positiviteit, omdat die positiviteit u helpt om beter om te gaan met gezondheidsproblemen. En als men in het ziekenhuis in Brussel akkoord was om mee te investeren in zoiets, dan is het omdat ook al die geleerde professoren akkoord zijn van te zeggen, ja, zo'n stukje positiviteit, zo'n trigger van bijvoorbeeld een huisdier, dat gaat helpen om iemand beter om te gaan met zijn gezondheidsprobleem. En een beetje in het verlengde daarvan, omgeef je ook met positieve mensen. Want positiviteit is besmettelijk. Ik weet dat hier heel wat positieve mensen... Een aantal van jullie ken ik. En positiviteit is besmettelijk. In die zin, als je in een omgeving zit, waar je zegt, vandaag daarmee en een samenzittende koffie, is het altijd over klagen en negativiteit daarover. En dan is het voor mij zo moeilijk om daar tegenin te gaan. Oké, je kan best vriendelijk blijven tegen die mensen, maar zoek ook eens mensen op van wie dat de positiviteit afstraalt, want je kan een stukje van hun positiviteit ook overnemen. Positiviteit is besmettelijk. Oké, en een paar jaar geleden, in 2011, hebben we dat boek geschreven, dat noemt Mensen met Artritis. En wat was de achterliggende idee? Eigenlijk zagen wij in onze praktijk vele mensen passeren waarvan dat er een aantal echt boven het maaiveld uit van zijn, zie eens hoe dat die met een problematiek omgaan. Je zou kunnen zijn, iemand zoals Adriaan, maar dan, dit heeft Adriaan zijn verhaal heeft niet met reuma te maken. Wij zochten mensen waarvan ze zeggen, kijk, die mensen zouden toch als een soort toonbeeld kunnen dienen. En andere mensen gaan er misschien inspiratie uitgaan van wat dat de tricks en de tips van die mensen zijn, van hoe zij op een zeer positieve manier. Ik bedoel, je hoeft met iemand in een consultatie maar een paar minuten vaak contact te hebben om te zien, oké, dat is iemand die positiviteit in overvloed heeft, is bijna een talentpersoon, of niet. En toen hebben wij het verhaal van een 20-tal mensen onder verhaalvorm in dit boek samenvat, en een aantal van mensen zitten hier ook in de zaal aanwezig die daaraan meegewerkt hebben, als een soort toonbeeld van, kijk, omgaan met artritis. Je kan naar twee kanten kijken. Je kan op die groene knop duwen, op die rode knop. Maar dit zijn voorbeelden van mensen die voluit voor die groene knoppen laten en vertellen hoe dat ze dat doen. En misschien hebben mensen daar inspiratie. Ik moet zeggen, we hebben ontzaglijk veel reacties daarop gekregen. En ook reacties op mensen die zeggen, prima, maar maakt het nu nog een keer wat concreter. Kun je ons nog meer handvatten geven, het verhaal. Maar wat zijn dan die kleine tips en tricks, kun je die nog explicieter? En die vraag was ook bij onze uitgever, Lano, gekomen. En dat is eigenlijk de basis van het boek. En dat is mijn laatste dia, Reuma Positief. Waar dat we eigenlijk die handvatten, op basis van wat dat er in de wetenschap erover bestaat, wat dat er in de psychologie en vooral de positieve psychologie daarin bestaat, en vooral wat mensen ons dagelijks vertellen van, dat werkt niet, kunnen we dat op concrete manieren. En dat hebben we gedaan in een 10-tal hoofdstukjes. En elk hoofdstukje hebben we ons verplicht om af te sluiten met een aantal heel concrete tips en tricks, waarvan dat ik er hier nu
een paar hevenaren om te zeggen, kijk, dat is wat je op het einde van de dag kan doen, of op het begin van de dag, of gelijk welk moment van de dag, als je zegt, ik heb een moeilijk moment, en hoe kunnen we daar, dan zeggen, het proberen van de zaken op een positieve manier te gaan bekijken. Met alles wat ik zeg, wil ik niet zelf doen van de ontzaglijke waarde van de nieuwe medicijnen die vandaag bestaan. Een aantal mensen, denk ik, zitten hier nu en kunnen hier zijn omwille van medicijnen die het gevolg zijn van of het resultaat van ontzaglijk veel onderzoek. En in mijn 25-jarige universitaire carrière heb ik heel vaak aan zulke onderzoekingen meegedaan. Maar het is niet het een of het ander, het is de complementariteit. En met die nieuwe medicijnen zijn de vooruitzichten voor mensen met reumatische problemen in het algemeen en zeker met reumatoïde artritis enorm vooruit gegaan. Maar weten we vandaag nog altijd dat we het probleem van reumatoïde artritis niet kunnen genezen. Dat we, ik herhaal voor sommige mensen 60% of 70% of 80%, ik zeg vaak aan mensen, kijk, ons mikpunt is om uw probleem ergens 90% onder controle te brengen. Maar het genezen of het 100% wegcijferen, dat kunnen we niet. Dus die medicijnen zijn belangrijk, maar dan komt er een bepaald moment van omslag, want dan kun je ofwel blijven zeggen om die 10% en dokter, en dat kan ik nog niet, en dat kan ik nog niet. En vroeger deed ik in mijn werk zo en zo, en kon ik 5 dagen na elkaar hard werken, en dat lukt niet meer. Wel, als de arts en de reumatologie gedaan heeft wat ze kunnen doen, dan is het moment voor die omslag, en dan komt in complementariteit die aspecten van die positiviteit, die, apropos, gratis zijn, als ik het zo mag zeggen. Als je weet voor een stukje kwaliteitswinst, wat hij met dure medicijnen en medicijnen die gemakkelijk 1000 euro per maand of zo kosten, als je dan weet dat je een belangrijk stuk levenskwaliteit en een stukje geluk, als ik het mag zeggen, kan winnen, zonder die dure medicijn, maar door gewoon in je mind een aantal tricks te volgen en dan denken we dat het de moeite waard is om dat verhaal te brengen. Dank u wel.